Welke Zeewoldenaar, man of vrouw, is de snelste zwemmer op de 100 meter door de gracht van Zeewolde? Dat was de opdracht van de eerste editie Bridge to Bridge. Een nieuw evenement voor Zeewolde, geopend door startzwemster Marianne Muis, die Olympisch zilver binnensleepte tijdens de Spelen van 1988 in Seoul. Onder toezicht van veel enthousiast publiek waren er verschillende zwemmers die de uitdaging aangingen en met succes. Uiteindelijk sneuvelde zelfs de starttijd van Olympisch kampioene Marianne Muis. Wat de organisatie betreft was het een geslaagd evenement dat zeker een vervolg gaat krijgen.